Hey, meester Kees. Oh, hoi. Wat doe jij nou op de trap? Oh, jij wil natuurlijk weten wat ik hier op de trap aan het doen ben. Ja, dan moet je deze video maar gaan kijken. Superleuk om te zien hoe jullie met de challenge bezig geweest zijn. Hinkelend, springend. Echt heel gaaf om zo mee te genieten. Hallo jongens en meiden van groep 5-6. Vandaag gaan we starten met een super gave leesbingo. Doe je mee met die challenge? Het is namelijk een unieke Meester Kees leesbingo. Die vind je nergens in de wereld. Ik heb heel veel verschillende manieren bedacht waar en hoe je kan lezen. Soms echt een super grappige plek of op een hele gekke manier. En ik hoop dat jij mee gaat doen. Kijk maar eens mee hoe en waar je zou kunnen lezen. Ik heb er een paar voor gedaan. Oh, vertelde Aukje. Je weet wel, enkelvoud en meervoud en dicté en zo. Hoe meer fout, hoe minder fout, zei Mees Kees. Ik weet wat leuks. Jullie krijgen dicté en wie de meeste fouten maakt, heeft gewonnen. Ha, ik wil niet opscheppen, maar als het gaat om veel fouten maken, hoor ik echt tot de beste van de klas. Mees Kees had heel rare zinnen bedacht, zoals ik hoorde dat zij zei. Ik maakte zoveel mogelijk fouten, maar nu komt het gekke. Toen we hem mochten nakijken, bleek dat ik minder fouten had dan anders. Ik baalde, man, want de winnaar mocht namelijk kiezen wat we daarna deden. Jullie weten dat het heel belangrijk is om te blijven lezen. Daarom heb ik deze leesbingo voor jullie gemaakt. Wat is nou belangrijk om mee te doen met deze leesbingo? Het belangrijkste is om heel de kaart vol te krijgen. Maar hoe doe je dat op een eerlijke manier? Wanneer mag je nou iets afstrepen op de bingokaart? Dat mag als je minimaal 15 minuten op een specifieke plek hebt gelezen. Langer mag natuurlijk altijd. Maar als jij minimaal 15 minuten aan de eettafel hebt gelezen, dan kan je die afstrepen op de bingokaart. Heb je een volle kaart, dan heb je een verrassing verdiend. Wat die verrassing is, dat blijft nog een verrassing. En ben je nou zo creatief bezig met lezen op geheime plekjes, dan mag je natuurlijk ook een te gekke plek aan mij laten weten. Misschien kan die dan wel weer op de nieuwe bingokaart komen. Hier eerst nog een aantal voorbeelden. Zoals je nu hebt gezien, heb ik mijn kaart al bijna vol. En ik hoop dat het jullie ook zo goed afgaat. Doe je mee om je kaart zo snel mogelijk vol te krijgen? Heel veel leesplezier! Tot morgen!